Welkom bij het Haarlems Kwartier met in deze uitzending de volgende onderwerpen. Uniek natuurmonument Fort Benoorde Sparendam moet wijken voor recreatie. In Van Geen Wijken Weten staat deze keer de wijk Heilig Landen de Kamp Centraal. Het Haarlems Kwartier niet meer op KPN Digitenne. Haarlems Talent droomt over de Olympische Winterspelen. En in Voorbijgangers een portret van straatpastor Joris Opdam. De komst van een recreatiepark bij het Fort Benoorden en het munitiebos bij Spaarndam heeft voor veel ophef gezorgd in de politiek. GroenLinks, D66 en de SP van de gemeente Haarlem zijn fel tegen het plan om van dit UNESCO-monument een recreatiepark te maken. En in de Tweede Kamer kreeg zelfs minister Kramer van Milieu vragen van de PvdA-fractie over dit plan. Natuurorganisaties zijn bang dat door de komst van de recreanten de rust en daarmee de bijzondere dieren in dit gebied zullen verdwijnen. Dag Peter. Goedemiddag Nico. Jij bent van de Vereniging Behoud Hekselpolder? Jazeker, ik zit in het bestuur. We zijn hier omdat we als vereniging tegen het plan zijn om een recreatiepark hier neer te zetten. Het is een mooi stuk gebied, rustig, donker. Hier zitten natuurwaarden waar je eigenlijk zelf niet van beseft dat ze er zijn. We hebben hier onderzoeken gezien waarvan je denkt van zo, zitten hier aan nachtvlinders, libelles, vleermuizen, Noorse woelmuis. Ik wist zelf ook niet dat ze hier zou kunnen zitten. Maar dat geeft gewoon aan dat op zo'n stukje gebied als hier, dat daar gewoon veel meer zit dan je verwacht. Hi Peet, hoe is het ermee jongen? Hartstikke goed. Nog wat moois hier gezien? Ja, ik heb een waterrolletje gezien. Waterrol? Nou, we staan hier voor het Fort Benoorde Sparendam. Dit is een fort wat onderdeel is van de Stelling Amsterdam. Gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw. En de bedoeling was om de vijand tegen te houden die van de overkant vandaan zou komen. Zoals je misschien gehoord hebt, wil het recreatieschap met Landelijk Greenparks hier een vakantiebedrijf realiseren. Waarbij dit fort gebruikt zal worden als de centrale locatie waar zeg maar, alle gemeenschappelijke voorzieningen getroffen gaan worden. Een aantal van die ruimtes zal een café komen, er zal een gokhal komen. Er komt een kinderdagverblijf voor de bewoners en nog een aantal van dit soort ruimtes. Ja, en er is weinig fantasie voor nodig om te realiseren. Aan deze kant zijn de enige openingen naar buiten. Dus zomers staan al die deuren open en heb je tot laat in de avond muziek en herrie. Nou, het plan bestaat uit 86 huizen, geen huisjes. Het zijn gebouwen. Van 24 personen kan je niet meer over een huisje spreken. Ik ben eens een keer op het idee gekomen om die huisjes te gaan tellen. En het bleek dat op die artist impression maar 33 gebouwtjes staan. Wij hebben dat door een bevriende graficus laten corrigeren naar 86. En dan zie je dat het plaatje er totaal anders uitziet plotseling. Dan is het gewoon totaal onderbouwd. Het is gewoon een intensief gebruikte woonwijk. Wat gaan we nu doen? We gaan nu het munitieterrein op. Even kijken waar alle vakantiehuisjes zouden moeten komen. Ja. Nou, daar zijn we dan. Je kunt dit pad afkijken en je ziet er op het eind, pakweg 100, 150 meter hier vandaan, ligt het laatste plofhuisje. En daarachter ligt de grens met Haarlem. Dus dit is eigenlijk een bosgebied van een hectare of 20, denk ik. 15 of 20, zoiets. Waar eigenlijk bijna niemand komt. En daarom zitten er zoveel dieren eigenlijk. Nou, wat je hier ziet is een van de munitieopslaghuisjes of plofhuisjes wel genaamd. Maximum toegestaan explosieve stof 80 ton. En het idee is dat hier gewoon munitie opgeslagen lag. Het heeft een zwak dak, zodat als er hier iets fout gaat, dat het dak eraf vliegt. En van deze huisjes staan er hier ongeveer 40 op dit terrein. Met een totale oppervlakte van iets van 6300 vierkante meter. En die oppervlakte willen ze nu dus vol gaan bouwen met vakantiewoningen. Ja, los daarvan, ik bedoel, op deze drassige grond kun je helemaal niet bouwen. Hè? Dus dat betekent gewoon, wil je hier vakantiewoningen bouwen met een leuk grasveld eromheen waar je gewoon plezierig kunt vertoeven. Dan moet hier gewoon 1 of 2 meter zand op. En dat betekent los van het feit dat hier woningen komen, dat hier al met verschrikkelijk veel geweld en zwaar materieel. En vrachtwagens en weet ik wat, hier men al twee jaar bezig is om de zaak bouwrijp te maken. We komen allemaal langs het landje van Gruiters of over de Slaperdijk.
Dat moet allemaal langs die smalle wegen hier. En ja, je hebt hier gewoon 2 jaar herrie. Nou, dan hoef je dus ook geen zorgen meer te maken over de vogels en de vleermuizen, want die zijn dan al weg. Hoe denken jullie dat het er over 10 jaar hier uitziet? Ik denk dat het gewoon hetzelfde eruit ziet, Nico. Daar gaan wij voor, Jan. Daar gaan wij voor, ja. Precies. Met Van Geen Wijken Weten zijn we dit keer in Heiliglande de Kamp. De wijk ligt in het centrum en wordt begrensd door de gedempte Oude Gracht, Turfmarkt, Kampervest, Gasthuisvest en de Grote Houtstraat. Van de ruim 1300 inwoners is het merendeel jonger dan 50. Oplossingen die de gemeente bedenkt voor het verbeteren van de Haarlemse vervoersproblemen worden vaak in deze wijk geprojecteerd. We volgen Liane Drochtrop, die zich verzet tegen plannen in haar wijk. In het dagelijks leven werkt ze als begeleider met verstandelijk gehandicapten in de Hartenkamp. En sinds kort is ze ook actief binnen de plaatselijke politiek. Liaan, vertel eens, hoe lang woon je hier? 7 jaar. Ja, heel apart. Ik heb ooit eens gedroomd dat ik in een wit huisje ging wonen met een vlinderstruik. En ik ben hier tegenaan gelopen. En ik heb eigenlijk alleen maar naar binnen gekeken en het zo gekocht, zonder naar binnen te gaan. Toen je het gekocht had, kon je er toen zo in? Nee hoor, nee. Het was echt... We hebben een jaar lang ontzettend bloed, zweet en tranen hier in de verbouwing. Zelf gedaan alles. En dan maak je huis natuurlijk ook wel helemaal eigen. Ja. Liane, wat is het voor buurt? Ja, ontzettend leuke buurt. Echt een heerlijke buurt om in te wonen. Mensen zijn heel sociaal behulpzaam naar elkaar toe. Het is echt prima buurt om te wonen. En dat heb ik ook gemerkt in die tijd van de actie van de kamp. Oh, vertel eens, wat voor acties waren dat? Ja, de gemeente wilde ten behoeve van de Zuidtangent een tunnel gaan graven. En die zou dan uitkomen, zeg maar, de tunnelmond zou uitkomen hier bij de huisjes. En later bleek eigenlijk dat het plan zo groot was dat de halve buurt daarvoor gesloopt zou gaan worden. Jullie hebben 3 weken actie gevoerd en toen zijn de plannen al van tafel geveegd. Hoe is dat jullie gelukt? Nou, we hebben hier de parkeergarage bezet. Parkeergarage bezet? Ja, maar heel kort. Maar om aandacht te vragen voor het probleem hier in de buurt. En daarna zijn we in gaan spreken bij de commissie, bij de gemeente. En de argumenten die de gemeente gebruikte, die konden wij op alle fronten weerleggen. Dus de gemeente had geen goede argumenten? Nee, had het slecht voorbereid en hier de buurt ook niet ingelicht. Dus we hadden veel kans ook om te winnen. Hoe kijk je daarop terug, Liaan? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk gewonnen en dat was gewoon fantastisch. Maar het was een hele emotionele tijd. Ja, 16 uur per dag actie voeren, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. En ik heb daarna gewoon ook echt wel een traantje moeten laten, hoor. Dat we gewonnen hadden, maar ja, het doet natuurlijk heel veel met je. Dus de buurt draag je nu op handen? Ja, ik heb een oorkonde gekregen en een glas. En dat mag ik iedere middag om 5 uur laten vullen door welke buurtbewoner dan ook. Dus daar voel ik me wel enorm door geëerd. De hele wijk is beschermd stadsgezicht en telt veel monumenten, zoals in het museumkwartier. Maar er zijn ook huizen in zeer slechte staat. Veel verschillende ondernemingen, zoals winkels, galeries en horeca, hebben zich hier gevestigd. Er is een groot cultureel centrum, de Egelantier, en opvang voor daklozen. Het deel De Kamp bestond vroeger uit stukken onbebouwd land. Zogeheten Kamp Kein, vandaar die naam dus. De naamgeving De Heiliglanden heeft een christelijke oorsprong. Dit is mijn favoriete plek. Hier de huisjes, nou echt heel erg mooi. En verderop het Frans Hals Museum. Het is echt heerlijk om hier dagelijks doorheen te lopen. Nou, dus nu is de bedreiging voor de wijk Heiliglanden De Kamp, die is wel voorbij, toch? Nou, was dat maar waar. Dat is dus helemaal niet zo. Ze zijn nu van plan om de parkeergarage hieruit te gaan breiden. En die zou dan, ik wil het je wel even laten zien, die zou dan helemaal tot hier komen. En dat wordt 1 rechte lijn daar naar de parkeerbeheer. Dat betekent dat je dus de straat ontzettend versmalt. Er is geen lichtinval meer en het wordt gewoon een grote betonhel. En dat loopt dan door naar die stoep daar. Er blijft helemaal niets meer over van woongenot of leefbaarheid of asociaal dit plan. De muur zou tot hier komen en dat betekent dat de Haanstraat wordt een steeg. En dat gaat natuurlijk nooit gebeuren als het aan mij ligt.
Liane, heb je nog wat te wensen voor je buurt? Ja, ik zou heel graag willen dat de gemeente deze twee pandjes op gaat knappen. Want die laten ze nu bewust verpauperen en dat kan gewoon echt niet. Dus gemeente, doe er eens wat aan. Hallo, ik ben Michiel Boscha en ik ben bestuurslid bij Haarlem 105. U heeft misschien wel een keer gehoord van onze uitzendingen via Digitenne. We zijn de enige stadsomroep in Nederland die met een eigen zender kunnen uitzenden via Digitenne. Maar niet zo lang meer, want de overheid vindt dat stadsomroepen eigenlijk helemaal niet hoeven uit te zenden via Digitenne. Terwijl 1 op de 8 Nederlanders inmiddels kijkt via Digitenne, zeggen ze dat dat voor ons niet nodig is. En dat betekent dat de experimentele uitzending die wij nu doen via dat systeem aanstaande maandag moet stoppen. Wij moeten letterlijk dan de stekker eruit trekken. Wilt u ook zo snel mogelijk weer kunnen kijken naar Haarlem 105 via Digitenne? Laat weten dat u er behoefte aan heeft en stuur een mailtje naar digitaal@haarlem105.nl. digitaal@haarlem105.nl. Dank u wel. Hallo, mijn naam is Michel. Ik doe aan kunstschaatsen. Hoe lang ben je al aan het schaatsen? Nou, ongeveer. Dit wordt mijn 4e seizoen. Heb je al wat gewonnen? Ik ben Nederlands kampioen geworden vorig jaar. Dit jaar was ik 2e. Hoeveel train jij in de week? Hoeveel uren? 4 keer per week. En ongeveer rond de 12 uur per week, ja. Heb je dan nog wat tijd voor school? Jawel, maar maandag en dinsdag moet ik eerder weg. Wat vinden je klasgenoten daarvan? Soms oneerlijk. Ik vind het wel leuk. Wat is er zo leuk aan schaatsen? Nou, gewoon dat je gewoon je kan springen, heb je de wetten draaien en dat je gewoon je landt of je valt en dan kan je daar gewoon aan werken. En dat is gewoon heel leuk. Heb je nou veel blessures gehad? Nou, soms heb je wel blauwe plekken en zo. En maar dat maakt niet zoveel uit. Ik had vorig jaar, toen had ik mijn been gebroken. Toen moest ik 4 maanden in de gips. En moest ik een 1,5 maand revalideren. Kunstschaatsen, er zijn veel meisjes die dat doen, hè? Ja. Ben jij nou de enige jongen? Nee, bij ons in de club zijn er ook 4 jongens die schaatsen. En in Nederland zijn er ook nog wel een paar. Wie is jouw grote held? Van schaatsen? Nou, Brian Joubert uit Frankrijk vind ik wel een hele goede schaatser. Wil jij zelf ook meedoen aan de Olympische Spelen? Ja. Als het goed gaat, heel goed misschien in 2014, dan ben ik 16, dan mag ik er al een. Goedendag, ik ben Joris. Ik werk als straatpastoor bij Stem in de Stad, Ecumenisch Diaconaal Centrum in Haarlem. En het is mijn functie om nabijheid en aandacht te geven aan de dak- en thuislozen mensen in Haarlem, de eenzamen en de verkommerden. Als straatpastoor probeer ik in ieder geval 3 dagdelen per week de straat om te gaan, om de gasten, de dak- en thuislozen, op hun plek om te zoeken, om daar te zijn waar zij zich ophouden en daar een luisterend oor te bieden en een praatje met ze te maken. Voordat ik bij Stem in de Stad hier in Haarlem aan de slag ging als straatpastoor, heb ik 4 jaar lang in Kenia gewoond en gewerkt bij een organisatie, St. Martin genaamd, die zich inzette voor verschillende doelgroepen kwetsbare mensen. Waaronder ook straatkinderen, mensen met HIV-AIDS, mensen met een handicap en slachtoffers van geweld.
En uiteindelijk kreeg ik in april 2009 de kans om hier in Haarlem aan de slag te gaan met de kwetsbare medemens. Nou, de voldoening die ik uit dit werk haal is eigenlijk de kans dat ik kan blijven groeien als mens. Dat ik de kans heb om door de ontmoeting met deze kwetsbare mensen zicht te krijgen op mijn eigen kwetsbaarheid en om daarmee iets te gaan doen. Het is niet alleen dat ik iets probeer te geven aan de mensen op straat en in de stad, maar dat zij mij juist heel veel geven, heel veel teruggeven, zodat ik over mezelf kan leren, over mezelf kan nadenken en dus ja, kan groeien in mijn eigen bestemming. Wat ik zelf een heel mooie ervaring vind uit het werk hier op de straat is een moment uit mijn inwerkperiode waar ik een bekende man op een bankje zag zitten bij het Zuiderspaarne en naast hem een jonge onbekende man. Dus nadat ik mij had voorgesteld aan die jonge onbekende man en verteld had over de voorzieningen van Stem in de Stad, de eetvoorziening, diokanaal werk en het aanloopcentrum waar mensen welkom zijn voor een kop koffie, en mijn rol als straatpastoor, vertelde hij mij dit. Van, dus als ik het goed begrijp, hoef ik bij jou niks. Er zijn zoveel mensen, zoveel maatschappelijk werkers en zoveel mensen ook hier in de doelgroep die altijd iets van mij verlangen of willen. Maar bij jou hoef ik dus eigenlijk niks. En dat vond ik een hele mooie ervaring, omdat het meteen de grondhouding van het werk vertaalt en weergeeft. En dat vind ik ook nou juist het hele mooie eraan, dat ik het dus niet hier alleen hoef te doen, maar dat het gedragen wordt door al mijn collega's die bij Stem in de Stad werken. Dit was weer het Haarlems Kwartier. Bedankt voor het kijken. Wil je ook een keer muggen ziften of heb je tips voor de redactie? Mail naar redactie105tv@haarlem105.nl. Bellen kan ook 023-531-6161. Alleen tijdens kantooruren. En graag tot de volgende uitzending.